goeiedag. Hallo. Klein Spreeuwenberg. Harry Rijmakers. Harry. Wat een verrassing. Ja, jij woont hier wel erg mooi. Ja, dat dacht ik ook, ja. Harry, ik heb een rode stoel bij me. Ja. En ik zou graag eens met jou even een praatje willen maken over wat jij zoal doet. Prima. Of dit een hobby is van jou, en noem maar op. Prima. Zullen we dat doen? Oké, ja hoor. Zoeken we het aan een andere plaats. Gaan we even achter thuis? Ja. Doen we. Oké. Harry. Jij bent eigenlijk toch geen tinrijnaar van geboorte, of wel? Nee, helemaal niet. Ik ben geboren in Geertruidenberg, vlakbij Breda. En ik ben onderwijzer geworden. En op een gegeven ogenblik heb ik gesolliciteerd hier in Tienrij voor hoofd van de school. En dat heb ik toen ook gekregen. Ik ben dus aangenomen bij de zusters, was dat, de missiezusters. En dat hoofdschap van de Mariaschool, van de lagere school dus, hield ook in. Niet alleen het lesgeven, maar ik moest ook de administratie regelen. Ik moest ook de salarissen uitrekenen en dergelijke. Dus daar kwam heel wat bij kijken. Meestal had ik toch de hele kerstvakantie nodig om de belastingformulieren in te vullen. Dus je was eigenlijk allround directeur? Ja, het liefste gaf ik natuurlijk les. Maar dat was een bijkomstigheid die deed ik ook wel graag, hoor, moet ik zeggen. Want dat rekenwerk, dat lag me wel, ja. 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 Maar Joost, hoe oud ben je? Ik word volgend jaar 80 jaar. 80 jaar? Ja. Je bent getrouwd? Ja. Met? Met Truus Jansen. Ja. En we zijn getrouwd in 1985. 1985. Oké. En we hebben drie kinderen gekregen. Ja. Twee jongens en één meisje. Ja, en die zijn ook tussen de 40 en de 50 zijn die nou, hè. Ja. Ja. En hoe is het dan om van bijvoorbeeld Geertruidenberg naar een klein dorpje als Tienrij te komen? Ja, dat was natuurlijk wel een overgang. Geertruidenberg had 4.500 inwoners en drie kerken, geloof ik. En Tienrij had één kerk en een klooster? Och ja, en een klooster was er ook nog, ja. Ja, dat was fijn, dat klooster, hoor. Daar hebben we een hele goede band mee gehad, omdat zij ook de leiding over de school hadden. Hè. Dus het was het schoolbestuur, dat was enig hier. Ja. Maar nou weet ik nog niet, van hoe was het om van zo'n dorp naar zo'n piepklein dorpje? Dat ging toch wel vrij snel, moet ik zeggen, hoor. Ik was in de kost, want zo heette dat vroeger, in Meerlo. Dus dat is hier een klein eindje verder. Ja. En ik fietste iedere morgen hier naartoe. En dat went gauw, vond ik. Ja. Ja. Jouw echtgenote, komt die ook uit Tienrij? Of? Nee, die komt uit Horst. Ze is geboren in Zevenum, daar is ze heel trots op. Ja, ik ken ook weinig Zevenumers die niet trots zijn op hunzelf. Ze moet alle boeken hebben die daaruit komen, weet je wel. Hè? Dus zij zegt ook in plaats van zegt hij net. Nee, ja, of zoiets. Of net, ja. Want jij spreekt geen dialect, hè? Nee. Ik ken wel een paar woordjes. Ik kan het heel goed verstaan, hoor. Dus dat geeft helemaal geen probleem. En goed. Kijk, het was zo, toen ik hier in Tienrij was het een school voor vier leerkrachten. Ja. En op een gegeven ogenblik, we hadden zusters aan school. En een van die zusters die trad uit. Dus die deed er kloosterkleren uit. En die ging weer in de leken als leek verder. Ja. Het gevolg was dat we daar een vacature voor kregen. Want ze werd op staande voet ontslagen. Dat stond gewoon in haar. Eigenlijk wel gaar, hè? Want ook als zij ook uittrad en ze gaf les op school. Je zou toch wel denken, dat staat toch helemaal los. Want ze kan toch even goed als leek ook goed lesgeven. Ja, dat stond toen in haar contract. Ja. Maar ja, ik wil je nog wel vertellen. Toen Truus en ik gingen trouwen, toen werd mijn vrouw ook ontslagen. Dus getrouwde vrouwen mochten niet aan school staan. Dat stond gewoon in de contract. Want waar werkte jouw echtgenote toen? Ja, die werkte toen in Tienrij. Ik heb haar hier in Tienrij leren kennen. Ja. Dus ik vertelde net dat zuster Angelique, die trad dus uit. En daar kwam een vacature. En toen is Truus hier aan school gekomen. Maar die kon maar één week. En de volgende week moest ze weer naar school. Dan weer een week naar onze school. En dan moest ze weer naar de opleiding. Ja. Dan had ik nog iemand voor de andere week. Ja. Dat was Henk van Doren uit Hegelstum kwam die, geloof ik.
En Henk die kwam dus net die andere week. Dus wij hadden al een duobaan toen dat nergens bekend was al. Dus, Hey, Harry, toen wij hier aankwamen lopen, toen zagen wij hier een op het pleintje een heel mooi, wat is het, een monumentje van drie kinderen. Drie schuilende kinderen, ja. Ja, van, en het had iets te maken met Hanna van der Voort. Hanna van der Voort, kun je in een paar regels vertellen wie je was, Hanna van der Voort, en wat betekende, wat zeggen die drie kinderen? Nou, die kinderen die zijn aan het schuilen, dat kun je zien, alleen het is net of ze voor de regen schuilen, maar ze schuilen. En ze schuilden voor de Duitsers die de Joodse kinderen opkwamen halen, als iedereen wist waar ze zaten natuurlijk. Hè. Hanna van der Voort heeft ervoor gezorgd, samen met Nico Dome, dat die kinderen hier in de Tienrijk kwamen en in de omgeving. Er zijn volgens de schattingen zijn er 123 kinderen ondergedoken geweest, dankzij Hanna en Nico. Dus die kwamen in Tienrijk terecht, maar ook in alle andere dorpen. Dus er waren dorpen bij, daar waren wel 13 kinderen. Broekhuizen-Vorst had 13 kinderen, Blitterswijk ook. En ik weet niet precies hoeveel dat er in Tienrij zaten. Nee, maar dat betekent natuurlijk wel, want het is een monument, dat Tienrij dat niet vergeten is. En dat daarom dat monument hier staat. Ja. Dus Hanna die was kraamverzorgster, of kraamverpleegster heette dat toen, geloof ik. En zij kende dus heel veel gezinnen. Ze had ook een heel groot netwerk. En dus ze kwam in heel veel dorpen. Mm. En juist bij gezinnen waar ze kinderen hadden. Ja. En dan was het prettig natuurlijk als ze daar een ander kind kon onderbrengen. Ja. En dat is dus gelukt. Er kwamen wat ik zei, 123 kinderen. En uit onderzoek is gebleken zelfs dat hele moeilijke kinderen hier naar Tienrijk kwamen. Dus dat zijn kinderen van 12 jaar, 13, die net in de puberteit zitten. Ja. Die kwamen dus hier ook, ja. Dus eigenlijk woon je aan een heel, zeg maar, beroemd plekje. Ja, wij zijn in 1971 hier komen wonen. En toen vroeg de gemeente, bij monden van de heer Joost Elbers, om een goede naam voor het plein. Okay. En hij kwam met twee suggesties. Roetmop, vanwege de steenfabrieken die we hier hadden. Die joegen iedere keer wat roet over het dorp heen. En de geitenkeutel. En toen hebben Truus en ik gedacht, nou, Hanna van der Voort is toch wat mooier. Dus mijn vrouw is toen aan alle bewoners van toen gaan vragen of die dan mee akkoord gingen. Mm-hmm. Dus dat was democratisch van de gemeente tot en met natuurlijk. En zodoende is het Hanna van der Voortplein geworden. Mm-hmm. Sinds 1971. Mm-hmm. En begin deze eeuw hebben we dit plein gerenoveerd. Mm-hmm. Er liggen nu klinkers en zo, dat is veel mooier dan bituum. En is er ook een nieuw, dat monumentje was er al van mevrouw Van den Broek. En daar wordt nou jaarlijks, worden die gebeurtenissen worden herdacht. Ja. Iedere keer met 4 mei, dan komen er heel veel mensen naartoe. Ja. Maar ook door het jaar heen hoor. Ja. Harry, Hanna van der Voort heeft er aan bijgedragen dat veel Joodse kinderen in elk geval veilig de oorlog doorkwamen. Ja. Tienrij staat ook bekend om zijn Loerderschot, Bedevaartsoord. Ja. En sinds kort hebben jullie ook een heel mooi watertappunt. Ja. Komt er nou Loerderswater uit? Er komt geen Loerderswater uit. Het echte Loerderswater dat wordt dus nu op het ogenblik jaarlijks gehaald met jerrycans. Een paar jaar geleden. Toen deed Piet Dings dat. Die ging dan met een hele grote groep gehandicapten naar Loerders toe. Hij was brancardier. En met nog een paar mensen, want zijn vrouw ging ook altijd mee. En dan vulden ze daar de jerrycans. En die konden dan met de bus of met de trein terug. Ze zijn ook wel eens met de auto daar naartoe gegaan. Dus als je nu hier in de kerk gaat kijken, in de kelder, daar staan allemaal jerrycans van die grote bakken. En de koster, die vult regelmatig de flesjes en die worden bij de grot gezet. Ja. Dus het is echt Loerderswater.
Alleen zit er nou een groen flesje in met een stickertje erop en zo. Ja. Ja. Maar het is niet zo dat uit het watertappunt Noorderswater komt? Nee, er komt gewoon water uit, ja. 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 Hobby's, heb jij die ook? Ja, ik heb verschillende hobby's ook gehad. Want ik heb heel lang gevoetbald. Hier ook een tienerij bij de veteranen. Ik geloof dat ik 64 jaar was toen ik gestopt ben. Waar speelde jij? Hier bij top 27. Nee, maar in welke positie? Ik heb alle posities gespeeld, behalve keeper. Dus ik was multifunctioneel, of hoe heet dat? Multifunctioneel inzetbaar. Ja, ja. Ja. Ik had vroeger, dus wij hadden het thuis niet zo breed. Dus mijn ouders die kochten één paar schoenen, voetbalschoenen. Ja. En toen kreeg ik de linkse schoen en mijn broer die kreeg de rechtse schoen. Dus zodoende heb ik links leren schoppen. Dus ik heb links buiten gestaan, links half en zo allemaal. En ik heb ook rechts gestaan natuurlijk. Als ze dat nou met schrijven ook gedaan hadden, dan had je links kunnen schrijven en rechts kunnen schrijven. Ja, 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 ik heb ook op de kop kunnen schrijven zelfs. Nou, moet je kijken. Ja. Ja, dat is één sport. Sport, dus, ja. Dus... En ik heb veel gevolleyd, veel gecalligrafeerd. Maar nu zit ik met mijn vingers, dus dat houdt op. Hmm. Ik heb, toen ik op 1 december 1995 in de VUT ging, dus het onderwijs verliet, toen kwam... het kerkbestuur mij vragen om een boekje te schrijven over de parochie. En daar heb ik ja op gezegd. En dat is heel interessant werk om archiefmateriaal op te sporen. Ja. Ik ben in de archieven gedoken van de parochie. Hier in Meerlo, in Zemraai, Maastricht ben ik geweest, Roermond en Utrecht. En wat je daar allemaal ziet, het is ongelooflijk wat er bewaard is gebleven. En wat er ook gebeurd is vroeger, ja. Dat haal je daar dan allemaal uit. Dus okay, maar als jij dan zo in die archieven, in die kerkarchieven aan het spitten bent, dan kom je natuurlijk ook nog wel leuke of minder leuke of frappante of zaken tegen waarvan je denkt van, oh, ging dat vroeger zo? Ja, ik... Toch? Ja. Ik ken een heel leuk verhaal. Dat gaat over de fiets van de kapelaan. In Tienrij? Nou, je moet weten, Tienrij hoorde bij Zwolligen. Ja. En de pastoor woonde in Zwolligen, in de pastorie. En daar tegenover de kerk, daar staat een hoog gebouw en daar woonde de kapelaan. Ja. Elke pastoor had een kapelaan hier in de buurt. Ja. Tienrij had alleen een koster. Als de pastoor hier naar Tienrij kwam, dan werd hij met een koets gehaald. Want de kapel, die had een koets. En die koets stond bij de koster en dan ging de koster die ging met zijn paard en die koets naar Zwolligen toe om de pastoor op te halen. Nou kregen wij een pastoor de pastoor van Bunninghuizen en die was nogal ziekelijk. En die moest vaak naar het ziekenhuis in Utrecht of in Kleef en dan moest die kapelaan dat allemaal doen. Maar die kapelaan mocht niet in die koets zitten, want die koets was alleen voor de pastoor. Ja, ja. En toen vroeg de pastoor op een gegeven moment aan de bisschop om toestemming of er geen fiets aangeschaft mocht worden en gebruikt kon worden voor de kapelaan. Ja. Nou, toen kwam de brief terug. De kapelaan, de parochie mocht een fiets aanschaffen. De kapelaan mocht erop rijden, alleen in de parochie. Als die kapelaan van Zwolligen naar Tienrij moest fietsen, dat mocht hij. Maar hij moest ook wel eens in Meerlo gaan assisteren. Want vroeger had je vaak een heilige mis met drie heren bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus dan moest hij vanuit Zwolligen met de fiets richting Meerlo. En dan kwam hij bij de Keuter ongeveer uit. Ik weet niet precies waar de grens loopt van Meerlo en Zwolligen. Dan moest hij dan zijn fiets tegen een boom zetten. En dan moest hij de rest lopen. Als hij de mis opgedragen had, dan moest hij weer teruglopen naar zijn fiets. Als die er nog stond. En dan mocht hij dat laatste stukje weer fietsen. Nou werd er een keer een offerblok gelegd, want dat deden ze vroeger ook. Die hadden vroeger lijmstokjes en dan haalden ze papieren geld en weet ik wat allemaal uit die offerblokken. En daar was hij achtergekomen dat iemand dat dus deed. En hij met die fiets erachteraan achter die boef. Die boef die ging richting Broekhuizen-Vorsten, want daar wou hij met het veerbootje naar de andere kant toe. En toen, hij fietste maar achteraan. Mm. En toen hebben ze die boef toch in de kladden kunnen pakken.
Maar toen heeft die kapelaan wel een brief moeten schrijven naar de bisschop. Want hij bevond zich met zijn fiets buiten zijn parochie. Juist, hij was in overtreding. Maar het werd hem toch vergeven. Ja. Maar goed dat die tijden er niet meer zijn. Dat vind ik ook wel, ja. 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 En ik heb ook begrepen dat jij veel fotografeert. Wat fotografeer je dan? Ja, als ik hier door Tienrij loop, dan heb ik altijd een fototoestel bij me. En als ik iets zie wat leuk is, dan fotografeer ik dat en dat zet ik ook op mijn website. Heb jij een eigen website? Ik heb een eigen website, die heb ik al 15 jaar, denk ik. En hoe heet die, als ik vraag? Mooi Tienrij. Mooi Tienrij. MooiTienrij.nl. En ik heb daar 160 bladzijden op. Maar er staan heel veel dingen uit mijn boeken. Die heb ik erin gezet, dus van de oorlog, maar ook van Mooi Tienrij, van de kerk en dergelijke. Van de oorlog dus, en de wonderen. Ja? Al die soorten dingen. Ja, er zijn hier 100 wonderen gebeurd. In Tienrij? Ja. Dat vind ik op zich eigenlijk wel een wonder, dat er 100 zijn, weet je dat? Nou, het is zo, die pastoor Maarsen, die had altijd een kapelboekje bij zich. En als hij hier in de kapel zat, dan kwamen duizenden pelgrims die kwamen hier naar Tienrij toe. En de kerk zat dikwijls vol. En dan ging hij op een bankje zitten en dan ging hij zitten schrijven wat die mensen tegen hem zeiden. En dan kreeg hij ook wel eens af en toe geld voor de kerk en zo, om op te bouwen. Ja, tuurlijk. Dus je snapt hoe dat gaat. Dus dan schreef hij op. Hij was heel toegankelijk voor die mensen ook, heel aardig. En als dan iemand zei dat hij ziek was geweest en dat hij beter was geworden door het gebruik van Lourdeswater en het bidden van de noveen, dan schreef hij dat in zijn boekje, wat hij dat op dat moment bij zich had. Hij had verschillende boekjes, dus op een gegeven moment, toen ik het boek over Tienrij klaar had en de oorlog, ben ik nog eens een keer teruggegaan naar het archief en heb ik juist die wonderen opgeschreven. Ja. En er zijn er uiteindelijk 100. Zijn er 100. Wat is dan het meest opzienbarende wonder wat hier in Tienrij is gebeurd, volgens jou? Nou, er had iemand een ongeluk gehad, de heer Schnitzler. En die kwam uit de buurt van Mönchengladbach, uit een dorpje. En die had een ongeluk gekregen aan het weefgetouw. En zodoende had hij iets aan zijn been. Het ene been was langer dan het andere. En dan snap je al wat er gaat gebeuren. Hij moet lang met die krukken lopen. Ja. En dan gaat hij in processie hier naar Tienrij toe. Hij brengt het hele dorp mee. Want dat was toen altijd traditie. Gebruikelijk, ja. En het hele dorp ging mee. Er kwam een speciale trein vanuit Mönchengladbach. Die deed al die dorpen aan. Dus je snapt, dat zijn 200-300 mensen geweest die hier naar de kerk gingen. En op een gegeven moment had hij dus zijn Lourdeswater gebruikt en zijn noveen gebeden. En toen was zijn been ook weer in orde. Als ik goed begrijp, draag jij door je werk, wat je gedaan hebt in het verleden en ook nu nog, draag jij bij eigenlijk aan een stukje vastlegging van de historie van het Tienrijse. Van Tienrij, ja. Als niet Tienrijnaar. Juist, als niet Tienrijnaar, ja. Toch? Ja. Ja. Harry, mag ik jou hartelijk danken? Graag gedaan. Dat je ons, met name mij, te woord wilde staan en dat wil delen met de kijkers. Geweldig. En ik hoop graag tot een volgende keer. Goed zo. Ik vond het heel leuk. Dankjewel. Goed zo.